Ja, ik vind het zeker aanraden. Maar wat ook leuk dat al die liedjes en zo voorbij kwamen. En vrolijke kleurtjes. High School Musical. Ja, precies. Hi. Jullie vragen je vast af wat we hier doen. Nou, Instagram hebben jullie misschien gezien dat we naar de première van Bibi en Tina gingen. Op de poster zie je dat daar. Dat is een film, een kinderfilm. En vandaag is de première en daar zijn we voor uitgenodigd om te komen. Om dit vast te leggen deze dag. En, En ook nog even met Anki een interview te houden. Yeah. En daar had ik vragen van op Instagram gezet. Dus ik heb daar een paar van uitgeplukt. Maar die gaan we samen doen. Want zij had het ook gedaan. En we hebben toch best wel heel veel dezelfde vragen gekregen. En in plaats van Anki lastig te vallen met de dubbele vragen. Doe het maar gewoon lekker samen gezellig. Ja. Yay. En ik vind het echt iets heel anders als mijn normale kuur. En ik dacht echt, oh, help, dit is helemaal mijn kuur niet. Wat moet ik doen? Maar als Peter Middenhuis stond langs de kant en die zei, hoor rijden. En ik dacht, nou oké, dan ga ik maar rijden. Maar ik heb echt 6 minuten paniek gehad, want ik wist echt niet wat er ging komen. Dus... Gereserveerd voor ons. Oh, nou ja, ik heb het wel gewoon. We mogen gewoon kiezen. Maar deze, dit is mooier dan die. Zullen we wel eerste rang gaan zitten? Dat deed ik zelf. Ik had alles onder controle. Wat je wil. Oké, we zijn buiten. Het is koud. Ja. Het regent een beetje volgens mij. Ja. Maar film was, wat vond je van de film, Kim? Ik vond het wel... Ik vond het een leuke film. Ja, ik vond het ook echt heel leuk. Het was een beetje musical-achtig. Heel veel liedjes kwamen erin voor en zo. En knap jongens. En dat is leuk voor ons. Dus ik denk dat de kinderen dit wel leuk vinden. Oh, paardenkind. Maar het valt trouwens eigenlijk best wel mee qua van hoe moet ik het zeggen. Van het valt wel mee voor. Ik kom hier uit mijn woorden. Wat bedoel je, hoe kinderachtig het is? Nee, het valt mee hoe kinderachtig het is. Ja. Het is best wel een oké film. Als je iets ouder bent, dan kan je er ook best wel heen, want het is wel leuk. En hij is 20 april. Ik wilde juni zeggen. 20 april in de bioscoop, dus ga vooral lekker allemaal kijken. Ja. En af en toe even een wedstrijdje rijden. Maar 4 keer per dag. Het is dan zeg maar... Mag ik jullie iets vragen? Ja. Hey, hey Esra! Mag ik jullie iets vragen over de film? Ja, Peter heeft het vlog niet. Ja, dat mag. Oké, wacht. Het is wel dubbel camera werk dan. Leuk, gezellig. Je hebt ook de film gezien, hè? Ja. Wat vond je ervan? Ik vond hem heel leuk. Ja, ik vond hem ook wel leuk. Ja? En ik had ook wel verwacht dat hij iets kinderachtiger was, maar eigenlijk was dat helemaal niet. Nee, dat had ik ook inderdaad. Ja. En dus vind je het dan een... Wat voor cijfer zou je dan geven? Vind je het een aanrader? Of... Ja, ik vind het zeker aanrader, maar wat ook leuk dat al die liedjes en zo voorbij kwamen. Ja. En ik had een beetje kleurtjes. Zo'n High School Musical. Ja, precies. Ja, zeker. En als je nou zelf zo'n film zou maken, zou je het dan ook zo doen? Ja, ik zou wel dingetjes uitlaten misschien. Ja, maar meer paardenfocus. Ja, meer paard. Ja. Meer paard. Maar natuurlijk een beetje heksen en nog dingetjes meer. En zo. Dus. Ja. Oké, okay, nou dus het is een aanrader en een leuke film. Ja. Ja, duidelijk. Okay. Leuk. Hi! We zijn echt gewoon heel de tijd. We moeten ook heel de tijd alles dubbel opnemen. Want jullie moeten uitleggen en wij moeten uitleggen. Maar kijk, we hebben een goodie bag gekregen. En daar zit in het grote paardendoek.
En ik ben in de Bibi en Tina DVD ding van die we vandaag. Oh, dat is trouwens Bibi en Tina. Dat is niet 2, hè? Oh, wij helemaal vragen van mogen we deze weggeven? Want eigenlijk willen ze dat niet omdat die in de bioscoop komt. Maar het is gewoon een normale Bibi en Tina. Dus die gaan we weggeven aan jullie. En ik heb voor jullie gefixt. Eentje voor mezelf natuurlijk. En eentje voor jullie. Een dingetje met een handtekening van Ankie erop. En die ga ik floten onder jullie. Oké, we filmen tegelijk. Dus vandaar als iemand even niet de camera in kijkt. Ja. Maar ik sta voor allebei, dus dat is heel eng. Maar in ieder geval, hier zijn de handtekeningblaadjes van Ankie van Gunsven. En ze heeft zelf de handtekening erop gezet. Dus willen jullie deze, nou hebben? Laat het even in de reactie onder of je liever deze wil hebben of liever de Bibi en Tina film. En dan gaan we die verloten voor jullie. Ja. En ik geef een handtekening weg en een handtekening van Ankie weg en een DVD. En zij geven een handtekening weg en een DVD. Ja. En voorwaarde is gewoon dat je op ons allebei geabonneerd bent. En dat je even in de reactie laat weten welke van de twee je gaat winnen. Een linkje van zeg maar Feline's video staat in de beschrijving. Nou, bedankt voor het kijken allemaal. Ja, wij gaan weer inderdaad naar huis. Ja, want Kim moet weer werken. Altijd. Red verpester. Nou, dankjewel voor het kijken. Doeg! Doeg!